Het is weer een tijd voor een nieuwe start, want in deze video wil ik graag een nieuwe carrière mode starten met KA Gent. En ik weet het, normaal upload ik veel Minecraft, maar zo nu en dan wil ik graag nog eens een FIFA video opnemen. En dat ga ik ook nu doen met deze nieuwe serie met de KA Gent carrière mode. En ja, Gent is ook een best wel grote club in België. Maar eerst moeten we onze personage kiezen. Ik kies wel gewoon. Nationaliteit is Belgisch. Maar dan wist je waarschijnlijk al dat ik Belgisch ben. En we kiezen dan als team. Moet even naar België gaan. Ah, en dan hier Gent vinden. Ja, we zijn al te ver. Zo. Ik was ook nog van plan om misschien nog een andere carrière mode serie te starten, maar ja, oep, die moet ik wel even aanpassen. Laten we het zo zetten en ik doe altijd 4 minuten, want ja, 6 minuten vind ik al iets te veel voor een wedstrijd. Als jullie ook mij graag een andere carrière mode willen zien, laat het even weten in de reacties, want ja, misschien willen jullie dat ik een ander team ga doen. We krijgen hierop meteen al een uitnodiging om mee te doen aan een toernooi en ik ga de wedstrijden van dit toernooi. Ik ga wel meedoen aan het toernooi, maar ik zal de wedstrijden simuleren. Ik ga ze niet echt spelen. En ik denk dat het wel handig is om voor de middelste te gaan, de Italiaanse toernooi, want ja, hier is het meest. Hier kan je de meeste buiten winnen. En de eerste wedstrijd is al meteen tegen Union Berlin. Maar eerst moet ook nog spelers getraind worden en ja, deze speler heeft heel veel potentie, dus ik ben nog niet van plan om hem meteen het eerste seizoen te gaan verkopen, tenzij als we echt een heel erg goed offer krijgen van een ander team dat we moeilijk kunnen afslaan. Even zien wie ik ook allemaal in mijn team heb, want ik ken het team van KA Gent niet echt heel goed, moet ik even eerlijk in zijn. Dus ik ben even aan het kijken of de spelers ik allemaal in het team heb. Maar ik heb dan een nieuw team, een nieuwe elftal eigenlijk. Dit is dan eigenlijk het B-elftal, want ik wil niet alle wedstrijden met hetzelfde elftal spelen. Ik wil iedereen wel een paar kansen geven om te spelen. Oké, dit is dus mijn B-elftal. Die zal ik meteen gaan gebruiken voor de wedstrijd tegen Union Berlin. Zitten net bij sinds dit seizoen ook in de Bundesliga. En ik ben benieuwd hoe het ons team het zal doen. Ai, gelijk een grote nederlaag en ook al met blessure. Hopelijk is het niet te ernstig. Oh, 2 dagen nu beschikbaar, dat valt nog mee zeker. Het kon bijvoorbeeld 2 maanden zijn en dat is toch wel wat erger. Ai, deze spelen we gelijk, dus volgende wedstrijd moeten we wel winnen. Hallo coach, namens het hele team heet ik je graag van harte welkom bij Gent. Nou, dat was wel aardig van hem. Opgewonden voor de komst zal ik wel antwoorden. Ik ben heel blij om met jullie te werken jongens. Ik zie erg uit naar wat we samen allemaal kunnen bereiken. Oei, de volgende wedstrijd is tegen Salzburg. Die verliezen we waarschijnlijk sowieso, maar je weet nooit. Nou, we spelen gelijk. Ons ver wordt recht te jagen. Ik kan hem opnieuw meteen laten gaan. Misschien kan ik voor de 11 punt recht aan. Maar misschien kan ik het proberen voor 13 miljoen. En zien of ze daar akkoord mee zullen gaan. Misschien zelfs 14 miljoen proberen, maar dat is waarschijnlijk veel te veel, maar je weet nooit of ze daar akkoord gaan.
toch misschien 13. Oké, met 13 miljoen willen ze wel akkoord gaan. Dus waarschijnlijk gaat hij naar Atalanta. Dus ik wil misschien al iemand in de rechts achterlaten. Een wielervanger voor Jacques Vertazzi als hij weggaat. Dus wij, Jacques Vertazzi is dus verkocht. En een transfer wordt voor. De Canadees gaat nu nog niet weg. En dan wil ik jullie op tijd kijken naar de video. Dus hebben jullie genoten naar deze video te kijken, laat het dan zeker weten in de reacties. En dan zie ik u weer terug bij een volgende aflevering. Dus bye.